dat iedereen zegt dat het gezag van die wetenschap afneemt. En misschien hangt dat wel samen met sociale media en dat soort dingen. En het lijkt mij enorm belangrijk dat die wetenschap dat veld, dat is ook een mijnenveld, om daar maar eens goed thuis in te raken en te weten hoe moeten wij hier als wetenschap in acteren om ons gezag en onze betekenis die we aan onszelf toekennen, om daar ook erkenning voor te krijgen in die werelden. In zekere opzicht zijn ze ook tegengesteld. En het is heel bijzonder. De politiek heeft meer en meer te maken met complexe problemen. En is dus enorm afhankelijk van goede feitelijke empirie. Hè? Dus van goed wetenschappelijk werk. Maar die wordt ingezet in een gevecht. En dat is de Tweede Kamer. Hè? Dat is een arena. En daar werkt een ander type gezond verstand dan in de wetenschap. En dat blijft zo, dat zal niet veranderen. Maar denkt u dat die verhouding de afgelopen 20 jaar anders is geworden? Ja, er is steeds meer behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing, aan empirisch materiaal, omdat de dingen ingewikkelder zijn geworden. Maar de aard van het politiek-bestuurlijke werk is niet veranderd. Dus er wordt meer een beroep gedaan op wetenschappers, de verwachtingen zijn hoog. En die verwachtingen worden vaak teleurgesteld. En dat heeft alles mee te maken dat die wetenschapper heel vaak zich opstelt als een wetenschapper, niet als een expert. Hij snapt niet in welk veld hij belandt. En hij identificeert zich niet. En soms heeft hij zelfs minachting voor die politici die daar maar staan te vechten. En die een achterban te vriend moet houden. Slaagt hij en wil hij ook niet zich identificeren met die wereld daar. En eigenlijk, wat hij eigenlijk graag zou willen, is zijn resultaat over de schutting gooien. Daar bij hen neerleggen, zeggen, zo, nou is het van jullie. Mijn goede werk is achter de rug. En ja, nou moet je het maar bekijken. En dan denkt hij dat hij zijn integriteit hoog houdt. En dat hij zijn wetenschappelijkheid beschermd heeft. Dat hij zijn onpartijdigheid hoog heeft gehouden. En zijn onafhankelijkheid heeft bewaard. Maar het netto resultaat van die gooien over de schutting is dat zijn stuk in stukken gescheurd wordt. Zijn resultaat. Dat iedereen ermee op de loop gaat. Dat het bloed om de bek hangt. Ik maak vaak de metafoor van een tijger die erin hapt. En er wordt cherrypicking, treedt op. En dan staat die wetenschapper daar bedonderd. En die kijkt wat er is gebeurd. Zijn status zakt naar beneden. En dat is dan wat zijn hele avontuur heeft opgeleverd. Dus mijn bewering is, onze bewering is van wetenschapper, als je je dienstbaar wilt maken aan parlement en aan openbaar bestuur, zorg dat je een expert wordt. Zorg dat je de wereld waar je naartoe beweegt kent en dat je ook in het proces wat zich daar vervolgens gaat afspelen, dat je daar een speler in bent en dat je dat niet zomaar laat lopen daar. En ja, dat is toch een opgave, dat is niet eenvoudig. En dat is eigenlijk wel waarvan ik zou zeggen, dat is echt nodig en ook denk ik dat iedereen daar profijt van zou hebben als dat zou gebeuren. Er zijn wetenschappers die het wel begrepen hebben. Niet alleen wetenschappers, individuele wetenschappers, zijn ook hele instituten die het snappen, zoals CPB en het RIVM. En eigenlijk heel veel instituten die te maken hebben met normstelling, die dus eigenlijk niets anders doen dan beleidsadviezen maken en wetenschappelijk werk naar die ministeries toe brengen. Daar kun je het vak leren hoor.